deze nieuwsuitzending is een vervolg op de vorige, waarin ik niet goed heb uitgelegd hoe Alan Watt beschrijft waarom er zo'n intens probleem is met vrouwen. Dat ga ik nu wel doen. Ik hou de intro een beetje kort. Dus als je echt wil weten hoe het met Alan Watt zit, luister naar een van die vorige uitzendingen. Het maakt niet uit welke. Ik heb overal een intro gehouden en de naam van de website staat onder deze video. Daar staat ook het kanaal van Jurk Gliesman. En eerst luisteren naar Alan Watt. En dan Jurk. Die uitzendingen tussen mij en Jurk Gliesman zijn erg leuk. Kan je ook via mijn kanaal vinden. Dat is niet zo'n probleem. Nou, dus een beetje korte intro over Alan Watt en Jurk Gliesman. En ik ga het verder hebben over wat nou het probleem is tussen mannen en vrouwen. Het eerste wat mij te binnen schiet is dat, en dat wist ik niet, maar ik ben met Jurk Gliesman Bijbel gaan lezen. We zijn begonnen met een lezing van het boek Rulers of Evil. Maar ik vind het taalgebruik van Frederik Tupper Saucy, dat is de auteur van dat boek, het taalgebruik, dat spreekt me niet aan. De te ingewikkelde Engelse woorden. Dan moet ik de godganse tijd naar translate.google en dan op is het dat. Ik probeer ook zo eenvoudig mogelijk Nederlands te spreken. Een woord als erudiet. Ja. Kan ik wel zeggen, ja, ik ben erudiet, want ik gebruik het woord erudiet. Dus dat is waar. Dat ik erudiet ben. Maar jullie weten niet wat erudiet is. Waarom dan van die moeilijke woorden gebruiken? Erudiet betekent meer dan gemiddeld gelezen. Dat jij als mens meer dan gemiddeld gelezen hebt. Of meer dan gemiddeld onthouden hebt dat wat je gelezen hebt. Dan ben je erudiet. Ja, Frederik Tupper Saucy maakt zich daar wel een beetje schuldig aan. Hoor. Ik denk van ja, heb ik ook tegen Jurk gezegd. Op een bepaald moment hadden we één zin en hij zat ook te haspelen. Jurk is beter in Engels dan ik. Maar ook hij had het er moeite mee. En dat ik tegen hem zei, ja, dit kan je simpeler opschrijven. Dan zijn we Bijbel gaan lezen. Ach man, wat een zegen. En dan de koning, de King James, of koning Jacobus. De King James uit 1611. Ook alweer meer dan 400 jaar geleden. Nou, daarin staat, in Genesis, vraag me niet welk vers. Ik begin maar met Genesis 1, vers 1. En dan staat er op een gegeven moment in Genesis 2, vers 16 of zo, nu. Genesis 3, 24, dat maakt me ook niet uit. Dan komt daar in de King James het woord animositeit. Op zijn Engels is dat animosity. Animosity? Ja. Op zijn Nederlands vijandschap. God heeft vijandschap gecreëerd tussen de man en de vrouw. Nou, en wat doet nou die fijne overheid van ons? Die Babyloniërs, die zitten die vijandschap vanuit de vrouwen te voeden met meisje, meisje, heb je er wel eens over nagedacht? Als je die man de deur uitzet, wat jou dat financieel, sociaal, economisch op gaat leveren? Zou dat niet te overwegen zijn? En die mannen worden opgestookt tegen hun vrouwen met dingen als ja, porno en noem het maar op. En dan gaan die vrouwen ook nog zeggen van ja, de mannen zien ons als seksueel object. Nou, dat is helemaal niet waar. En trouwens, al was je dat wel, dan is het toch leuk. Ja. Met je vaste partner dan natuurlijk, hè.
En zo is de relatie tussen man en vrouw helemaal weer verstoord. En ze hebben het meeste aandacht besteed aan de vrouwen. Die hebben ze het sterkste aangepakt. Met allemaal maffe verhalen. Dingen die helemaal niet waar zijn. En het is wel zo dat mannen hun penis achterna lopen. Mannen zien een vrouw en denken van, oh, de moeder van mijn kinderen. Dat is natuurlijk geobjectiveerd. En dan zie je, nou goed, dat laat ik niet over uitweiden. Maar die vrouwen, dat loopt steeds meer uit de hand hoor. In Wageningen, dat heb ik gestudeerd bij een landbouwhogeschool. Daar had je een studierichting en die heette vrouwenstudies. Je had daar geen studierichting die heette mannenstudies. Nee, dat is niet nodig. Nee, want mannen zijn zo dom, die hoef je niet te bestuderen. Je kijkt naar een man en denkt, oké, dat is een man, laat maar zitten, volgende. Oh, dat is ook een man. Ja, laat maar zitten. Volgende. Oh, dat is een vrouw. Oh, goedendag mevrouw. Wordt u wel eens ongesteld? En heeft u daar last van dat uw omgeving daar vervelend over doet? Nou, goed dat je het vraagt. Want als ik ongesteld ben, dan wil ik liever niet werken. Dan ben ik ook eigenlijk wel stikstagreinig. Maar dan kom ik toch naar mijn werk. En dan zeggen ze later wel, ja, je was stikzagrijnig. Maar ik denk dan, ja, ik was ongesteld en ik kwam toch naar mijn werk. Ja, is het meer met vrouwen? Nou, volgens mij niet hoor. Meer vrouwenstudie hoef je niet te doen. En wat is een vrouw? Nou, dat is iemand met een ongelooflijk variërend hormoonsysteem. En ze hebben geen diepgang. Ze kijken niet echt. Ze zijn kortzichtig. Ja, maar Judith Polgar, dat is een vrouw. En die kan heel goed schaken. En die kan beter schaken dan jij, hoor, Perry. Ja, Judith Polgar wel, ja. Maar hier in de kroeg... Hè, dat vermogen hebben die vrouwen niet. En dan krijgen ze... En nu kom je terug naar die agenda van Alan Watt. Ze gaan tegen vrouwen vertellen... Ja, jullie zijn net zo goed in schaken als dat de mannen zijn. Maar jullie zijn al die tijd onderdrukt. En zie maar eens van die onderdrukking af te komen. Nou, dan zou ik zeggen... Elke feminist die krijgt een gratis Netflix. Nee, dat is niet Litchis. Sorry dat ik door elkaar haal. Leeches. Leeches. En die vrouwen hebben toch allemaal een iPhone? Om lekker te appen, de WhatsAppen en te Instagrammen. En dan met de oude hoeren met weet ik van wie. Maar dan kan je ook naar leeches.com gaan. Ja, maar dan moet ik mij inschrijven. En dan voel ik me toch in mijn vrouwelijke integriteit aangepast. Dat ik mijn e-mailadres... je weet nooit wat daar voor reacties op gaan komen. Nou, helemaal niks natuurlijk. Dan ga je nu naar Hotmail en dan vraag je een e-mailadres aan. En dat heet Karel de Kloten. En je profiel hoef je helemaal niet in te vullen. KarelDeKloten@hotmail.com of Yahoo. Ja, maar dat is Amerikaans en dat vertrouw ik niet. Jezus. Nou, dan geef je mij eenmalig een tientje. En dan krijg je een e-mailadres huppeltjepub@... Want ik heb een domein. Ja, maar Perry, jij bent een man en dat vertrouw ik ook niet. Dik je homo. Geef het nou maar eerlijk toe dat jullie helemaal geen zin hebben om te verliezen met schaken. Ja, maar spelletjes spelen is toch om te winnen? Nee. Spelletjes spelen is spelletjes spelen.
En als jij niet probeert te winnen, en ik ga tegen jou schaken, en je opent met A2, A4, dan denk ik, ik heb het laatst ook met iemand gehad die opende met A2, A4. Dat is totaal tegen de regels in. En om het spel gaande te houden, heb ik toen de tegenovergestelde pion van A7 naar A5 verplaatst. Ik denk, nou, dan staan we er allebei even kloten voor. Ik had ook gelijk het centrum kunnen openen. Ja, dan is zo iemand skets verloren, man. Dus iemand moet wel willen winnen, moeten winnen, kunnen winnen. Je gaat toch ook geen schaak spelen met je Angora-kat? Je moet wel een tegenstander hebben die wil winnen. Ja, maar dan moet je tegen je verlies kunnen. Nee, waarom? Voor mij ben je stikzaggerijnig als je verloren hebt. Ik ben het ook geweest, hoor. Op Lichess stond ik er geweldig goed voor. En dan maakt die homo van een tegenstander, die gooit zijn paard naar F6. En denk ik ook, nee. En toen was ik kets verloren. Ja, dan ben ik stikzaggerijnig natuurlijk. En bij Lichess, dan kan je gelijk vragen om een computeranalyse. Of gelijk, nee, twee klikjes. Dus je vraagt om een analyse. En dan heb je een andere knop, een computeranalyse. En dan krijg je keurig een grafiek. En dan gaat het programma Stockfish. Van de versie 8. Dus een verschrikkelijk goed schaakprogramma. Die gaat even zeggen van, nou, jij hebt dit gespeeld en jij hebt verloren. En ik had bij set 16 door echt mijn dame naar H3 verplaatst, hoor. En dan zie je dat, denk je, oh, hoe kon ik zo stom zijn? Dus ja. Ja, dan ben ik niet blij met mezelf. En dan kijk ik of ik nog wat bier heb en denk, kom op, ik wil nog wel een keertje in het stof bijten. En in de kroeg heb ik gehoord van, nou, Perry, vroeger was jij zo'n poesie die wij in één keer van het bord afmaaiden, maar nu ben jij een tegenstander. Ik denk, mooi zo. En doen vrouwen dat? Nee, helemaal niet. Ik ken ze niet. Ik heb wel vrouwen die kunnen schaken, maar als ik hier in de kroegen kom, en er zijn ongeveer 3 kroegen waar je hier kan schaken. Dat zijn alleen maar mannen. Biljarten? Een enkele vrouw. Darten? Pijltjes gooien op zo'n nummerbord. Genummerd bord. 180! Nou, dat doen die dames ook niet. En dat is tot daaraan toe. Dus in mijn geval, dat de moeder van mijn kind ooit heeft gezegd van, ik zou ook wel willen leren schaken. Nou, dat heb ik gezorgd voor schaakstukken en een klok en een bord. Ja, wat is het dan? Nou ja, op maandagavond ging ze basketballen. Kwam ze om 1:30 s'nachts kwam ze thuis van het basketballen. Dan zei ik tegen haar, goh, ben je laat? Ja, zegt ze, wij basketballen dan van 9:00 tot 9:45. En dan zijn we allemaal moe. En dan gaan we even uitrusten in het café. En als ik dan uitgerust ben, zo tegen 1:30, dan kom ik thuis. Ja. Dus maandagavond kon ik niet met de schaken. Dinsdagavond was ze zo kapot. Want de madame werd 's morgens om 6:15 wakker gemaakt door ons kind. En dan begint zo'n moeder begint gelijk te krijsen. Het is veel te vroeg. Terug naar je kamer. En mijn dochter gelijk weer in tranen. Ja, ik wil mijn papa en mama zijn. En dan word ik terug. Rot op. Ja, man, je zal er maar in verzeild raken. Ja, dan komt ze dinsdag komt ze thuis van de werk. Is ze helemaal kapot. En dan brengt ze mijn kind, gaat ze dan voorlezen en dan ligt ze in ons bed en denkt, oh, even slapen. Dinsdagavond zag ik er ook niet, konden we ook niet schaken. Woensdagavond ging mevrouw tango dansen. Met weer een andere vent.
Want die eerste man van basketbal, die heette Frans. Oh, dat was zo'n leuke man. Nou, woensdagavond had ze een andere leuke man. En dan ging ze mee tango dansen. Ja, groot probleem. Dan moet ik het zo dadelijk nog over hebben. Oh, ik heb mooi nog zoveel minuten. Nou, dan kom ik er nog even op terug. Over het dansvermogen van dames. Zit er ook niet in. Ging ze tango dansen? Nou, dat zag ik ook de hele avond niet. Ik kwam ze om 12:30 s'nachts thuis. En dan donderdagavond, dat was haar ontspanningsmoment, want dan ging ze aan de telefoon hangen. Ja, want dat moet ook gebeuren. Joehoe. Dan ging ze de hele avond aan de telefoon. Ja. Dan ga ik weg uit de woonkamer. Dat begrijp je toch wel? Begrijpen jullie vrouwen dat? Je zit samen met iemand in één ruimte. En jij gaat lopen over ouwe hoeren met iemand van 100 kilometer verderop. Oh, en hoe gaat het met jou? Nou, met mij gaat het goed. En wat ga je doen komend weekend? Zo, ging ze afspraakjes maken. En dan telefoneren tot 10:30, 10:45, 11:00. En dan zei ze... En dan ging ze naar bed toe. Oké, doeg. Denk om die vrouwen, jongen. Want als je dit zelf overkomt... Niet gelopen janken bij mij, ja. Ik heb je nu gewaarschuwd. En jij als vrouw, als je dit hoort... En je ziet een andere man... Die net als ik... Elke dag onder de douche gaat... Zorgt voor voldoende inkomen... Een boormachine heeft... En een waterpas... En een aantal vrienden... En de ene heeft een busje... Die andere heeft een aanhanger... Kortom, het komt altijd goed. Want mannen houden van samenwerken. Vrouwen niet. Oh, vrouwen houden van samen zijn. Lekker ouwe hoeren. Nou, hou er even rekening mee. En dat was donderdagavond. Dat zag ik er ook helemaal niet. Nou, vrijdagavond had zij zoiets. De moeder van mijn kind. Maar nou, de hele week heb ik hard gewerkt. Ik vraag me af hoe hard. Ze was een secretaresse. Volgens mij hoeven secretaresses niet hard te werken. Hoor. Maar kan aan mij liggen. Ik heb werkweken meegemaakt dat ik om 5:00 de wekker had. Zo half bijkomen uit coma. En om 17:30 zat ik te programmeren. 17:30 'smorgens. En dan kon ik doorprogrammeren tot 7:30. En dan ging ik ontbijt maken. Want de moeder van mijn kind hield niet zo van vroeg opstaan. En houdt graag van haar rust. En ja, lekker met het kind in bed liggen. En dan gaan we kinderboeken voorlezen. Om 7:30 ontbijt maken. Dan zij naar haar werk, het kind naar school. Om 8:30 daalde de rust weder in de woning, na een uur. En ik weer achter mijn computer. Programmeren. En dan doorprogrammeren tot 10:00 s'avonds of zo. En dan even chillen. Niet te veel drinken. Daar word je moe van. En dan is morgens om 5:00 weer de... Duut, 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 duut. En dan 10 minuten bijkomen uit je coma. En dan onder de douche. En programmeren. Kijk, dat is hard werken. Dan draai je 50 uur in de week, 60 uur in de week. Doet een vrouw dat? Dan ben jij maf. Sommige vrouwen wel natuurlijk. In de regel niet. Maar zij was heel moe van haar baan van 32 uur. Ja, maar dan had ze dus 8:00 per week vrij. Nee, helemaal niet. Ben je maar. Die 8:00 overdag dat ze niet hoefde te werken. Ja, dan moest ze telefoneren en dan moesten de mensen uitgenodigd worden. En... Oh, het was ze druk, zeg. Je zal er maar mee in een huwelijk belanden. En het zijn niet de enige. De moeder van mijn kind is niet de enige. Het barst ervan. En dat komt vanwege die propaganda. Ik
kijk maar naar de tv. Een erg goed voorbeeld van de indoctrinaties, mag je dat ook noemen, vind je op onder andere op Netflix. En dan de serie die ik zou adviseren, die heet Jessica Jones. Jessica, dat is op je Nederlands met twee C's. J-E, twee S'en, I-C-C-A. Jessica. En dan Jonas. Jones. Jones. Net als Jonas in de walvis, maar dan met een E. Jones. Kijk die serie eens. Kijk hem eens met z'n tweeën. Kijk hem met je vriendin. Je hebt net een meisje ontmoet, een jonge vrouw ontmoet. En je denkt, dat is wel leuk. En ga Jessica Jones kijken. En vraag aan haar wat ze ziet. Ik vraag het aan jou ook. Wat zie je dan? Welk beeld wordt daar geschapen van de anomiciteit, dus de vijandigheid, tussen mannen en vrouwen? Nou, ik zal je vertellen, die vrouwen hebben een ongelofelijke grove bek. Ze zeiken iedereen af en vooral mannen. En er zijn wel mannen die spelen iets van een hoofdrol, maar die staan allemaal onder de controle van een vrouw. En die vrouw die brult, loop door, ga naar de toe, ga zus doen, ga zo doen, en schiet op. En die mannen die zijn de hele tijd van alles vergeten, of ze zijn dronken, of ze zijn drugsverslaafd, of whatever. En die vrouwen zijn dan de hot bink. Ja, ik zou niet weten waar het op slaat. Ik heb nog nooit een vrouw... Ik weet wel dat vrouwen ongelooflijk grof in de mond zijn. Maar vind je het gek? Kijk eens naar Totally Spies. Dat is een kindercartoon, dinges. Met in de hoofdrol drie jonge vrouwen. En op de achtergrond zit dan een man, een oudere man... En die zegt alleen maar, ik heb deze informatie en ja, doe er maar mee wat je wil. En die vrouwen zijn helemaal de bink. Ja, en nu de werkelijkheid nog. Maar vrouwen zijn helemaal niet de bink. Die kunnen helemaal niks. Zeg mij een vrouw die het goed doet. Lieneke van der Hoeven van de Grijp... Dus, nee, die ken ik niet in het echt. Dat is een vrouw en die is bijbelgelovend. En ja, ze heeft een man en ongetwijfeld kinderen. En op haar Facebook staan altijd foto's van ja, haar familie. Er is een familiedag geweest of whatever. Of ze heeft een stichtelijke tekst. Ja, die zal wel deugen. Maar die andere? Oh, man. Ik ken er een en dat is de moeder van de hartsvriendin van mijn kind. Die is alleenstaand. Ja, precies. Dus die man zal wel niet deugen. Nou, ik weet niet zoveel van haar man. Ze heeft mij ook nooit verteld waarom die twee gescheiden zijn. En die man is dan vertrokken naar de Antillen... En zij zit dan met dat kind. En dan wil zij een baan. Overdag leuke dingen doen. En ze werkte toen in een boekhandel. En die is failliet. Nou, van haar loon kon ze geen naschoolse opvang betalen. Terwijl de school om 3:00 middags uitgaat. Dus waar gaat haar dochter dan naartoe? Zij liep met die dochter onder haar arm, Nederlands gezegde. En dan op het schoolplein maar informeren van wie kan mijn dochter mee naar huis nemen. Want de naschoolse opvang, die kan ik 2 middagen in de week betalen, maar dan heb je het gehad. En wat nou op die andere dagen?
En toen was de keuze snel gemaakt. Ik zou toch mijn dochter van school moeten halen. Haar dochter was de hartsvriendin van mijn dochter. Dus het was voor mij geen moeite om haar dochter ook mee naar huis te nemen. Want mijn dochter zou dat toch ook leuk vinden? Het punt is, ik neem dat meisje wel mee naar mijn woning. En mijn dochter krijgt, of kreeg, als ze van school kwam, een tosti of een bakje olijven of een zakje chips of whatever. Nou, dan krijgt haar dochter dat ook. Mijn dochter die dronk graag mangosap. Nou, dan haal ik mangosap. Maar als er twee meisjes aan de mangosap zitten, dan is die fles mangosap twee keer zo snel op. Want haar dochter lustte ook mangosap. Nou, dan komt het avondeten. Ja, of je kookt voor twee personen, of je kookt voor drie personen. Maar het is niet zo dat als je voor drie personen kookt, dat dan vanwege de bulkkorting het allemaal 30% goedkoper is. Anders gezegd, haar dochter die lustte heel erg graag lamskoteletjes. Lamskoteletjes. Nou, die kan je hier in de supermarkt niet halen. Mijn kind maakt er geen donder uit. Maar haar hartvriendin wilde graag lamskoteletjes. En niet iedere maandag. Maar af en toe. Dan zei ik, kom, wil je lamskoteletjes doen? Ja, dan haal ik voor drie personen lamskoteletjes. En dan moet ik helemaal naar de Steenstraat lopen. Omdat haar dochter dat zo lekker vindt. En wat geef ik dan uit in de supermarkt? En in de, ja, zo'n varkens dinges, nee, lamskoteletjes verkopende winkel. Wat geef ik uit voor haar dochter? Ja, minimaal €5. Ik heb dat anderhalf jaar lang voor haar dochter moeten doen. Moeten doen. Als ik het niet gedaan had, waar had het meisje naartoe gemoeten? Dat meisje was toen 10. En dan komt die moeder komt binnen om 7:30 s'avonds. Dat maakt me geen donder uit. Maar dan zat mijn kind nog te kijken met haar dochter naar een filmpje. Wij keken toen naar Star Trek. En dan niet die films, maar de televisieuitzendingen uit eind jaren 80, begin jaren 90. We zijn begonnen. We hebben een enkele gekeken met Captain Kirk. Maar niet veel. En toen zijn we naar Voyager overgeschakeld. Star Trek Voyager met Captain Picard. Die kale. Nou, dan heb je zo'n uitzending en met de Q of zo. Kennen jullie dat ook, Star Trek? Leuk om te kijken hoor. Die oude dan, hè? Vanaf Deep Space Nine kan je dat lekker vergeten. Zou dat net zo goed op Netflix kunnen staan. Iedereen die wat te vertellen heeft, heeft geen penis, maar wel de ballen in de buik. Een vrouw dus. Nou, Deep Space Nine kan je vergeten. Totally boring. De eerste twee uitzendingen gekeken met mijn dochter en tegen haar gezegd, no go, ik ga deze troep niet kijken. Maar die oude uitzendingen van Star Trek, tv waren, dat is best aardig. En die liet ik dan illegaal downloaden. En dat heb ik een vriend van mij benaderd. Van, ja, kan dat toch? En hij zei, ja. Maar dat kan je zelf ook hoor. Dan moet je dit downloaden en dat downloaden. En dan kan jij totally anoniem, peer-to-peer, of zo. Kan je alles downloaden wat je maar wil. Nou, dat ben ik één keer begonnen en toen deed mijn Macintosh het niet meer normaal. Allemaal stomme meldingen. Dus ik terug naar die jongen. Ik zeg, ja, ik kan het zelf denk ik wel. Maar dan moet ik een aparte computer inrichten. En niet op mijn werkmachine. Oh, zei hij, dan doe ik dat toch wel voor jou. Kijk, en nu komt het mannelijke aspect. Hè? Die moet je goed rekening mee houden. Ik vraag aan Ron. Oké, ik wil je niet lastigvallen. Maar zou jij die download willen doen en dan alles branden op dvd's?
En dan kom ik die bij je ophalen. En dan krijg je van mij een plastic tas met bier. Kijk, zo ben ik. Hè. Zo zijn mannen. Je mag niet zomaar aan een ander iets vragen. Ik weet dat Ron het kan doen. Ja, die heeft zo'n lullige Windows-machine en la la. En die lacht erom. Die hebben zo voor elkaar. Nou, hij kan het doen en ik niet. En niet zonder meer. Zo. Dan vraag ik aan hem, wil jij het dan doen? En hij zegt, ja, dat is goed. Ja, mooi zo. Maar dan moet ik zorgen voor bier. En dan 2 kilometer lopen naar Ron. En geef ik hem als eerste die tas met bier. En dan krijg ik van hem een envelop met 4, 5 dvd's. Oké, dankjewel. Tot de volgende keer. Kijk, dat is hoe het gaat tussen mannen. Mannen hebben dat vrij snel in de gaten, hoor. Als die dan besodemieteld worden door een andere man. Van ja, ik de hele tijd voor jou bier bestellen in de kroeg. En als jij aan de beurt bent voor een rondje, dan wil je plotseling naar huis. Die liggen er zo uit. En dan met Engelse ondertitels. Dat moeten jullie vrouwen ook leren begrijpen. Dat je... Je kijkt hem weliswaar naar Star Trek en dat stelt niet zo gek veel voor. Het is allemaal flat character, is het? Dus iedereen blijft hetzelfde. Er zit geen ontwikkeling in de karakters. Het is ook niet echt een verhaal. Iedere uitzending begint weer van voor af aan. Hè? These are the voyages of the Starship Enterprise on its continuing mission. Explore new worlds and new civilizations. And to boldly go where no man has gone before. Nou, Q is een heel leuk karakter. Dat is erg grappig. Nou, dan zit mijn dochter en haar hartsvriendin. Die zitten dan op 80% van de uitzending. Dan komt die moeder komt binnen en die zegt, nou, zullen we gaan? Het is 1 keer voorgekomen dat ik tegen die moeder zei, ach, het is zo spannend. Kan je niet even wachten? 1 keer streek die moeder met haar hand over haar hart. En zei, oké dan, voor deze keer. Dat was 1 van de 50 keer. Dus 50 keer heb ik haar dochter meegenomen van school. Gezorgd voor een veilige omgeving, een schoon toilet. En ja, zoveel heeft zo'n kind niet nodig. Maar een glaasje mango-sap en een zakje met chips en wat olijven. Of wat zeg maar. En avondeten. En dan nam die moeder, die zei dan tegen haar kind, 49 van de 50 keren die heeft plaatsgevonden. 49 keren zei ze tegen haar kind, oké, jas aan, schoenen aan, want we gaan naar huis, want we gaan naar huis. En dan nam ze de kind mee en dan was ze een beetje dreutelen zo van, ja, wat gaan we nou doen? Oh ja, daar is de voordeur. En dan vlak voordat ze de voordeur opendeed, dan riep ze van afstand, doei! En dan kan je tegen inbrengen van ja, het woord doei, dat begint met een D. En het woord dankjewel ook. Dus eigenlijk zei ze, dankjewel Perry. Want zo zijn vrouwen, die hebben woorden met een D, betekenen allemaal hetzelfde. Dus of je nou doei zegt, of dankjewel, dat maakt voor een vrouw niet uit, want het begint met een D. Ja, ik zeg maar even, dat heb ik allemaal zelf gezien. Hè. Ik ben stom verbaasd, hè. Ik had dat niet verwacht. Maar achteraf, als ik terugkijk op al mijn relaties met vrouwen, dan denk ik, shit the fuck. Ik zag het die hele tijd al. Alleen, ik kon het niet geloven. Dat vrouwen zoiets hadden van de heilige Maria, moeder van God. Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Vrouwen zijn helemaal niks. En voor haar kind heb ik de al directe kosten gemaakt. En dan praat ik niet over de uren dat ik voor haar kind gezorgd heb. Dan praat ik niet over die wandelingen die ik voor haar kind heb gemaakt. Naar die Turk. Of wat zijn het? Daar in de Steenstraat.
Daar heb ik het niet over. Ik heb het over de directe kosten. Wat je kwijt bent. Dus ik ga of eten koken voor een tientje. Dus €5 voor mezelf. €5 voor mijn dochter. Of ik kook eten voor ons drieën. En dat is dan €5 voor mezelf. €5 voor mijn dochter. En €5 voor haar kind. Waarvan ze de vader de deur uit heeft getrapt. Maar dan mag ik die rol overnemen. En dan alleen op maandag. Want dat is dan voor haar genoeg. Want op woensdag heeft ze die andere klootzak wel. Serieus, dat is geen geintje. Ik zal de naam van die moeder niet noemen. Krijg je daar weer gesodemieter over? Kortom, 50 keer koken voor haar kind, we mee naar huis nemen en koken. Alleen de directe kosten zijn €250. Nou, een kleine vergoeding à la €1 per uur maakt dat ongeveer €400 kosten. En €1 per uur is niet veel voor een naschoolse opvang, lijkt mij. Dat is €400. Denk je dat je van zo'n vrouw maar een dubbeltje krijgt? Nee, die loopt de deur uit met de kind en die zegt doei. Oh man. En dan vind ik het niet erg dat het gebeurd is. Het was de hartvriendin van mijn dochter. Mijn dochter vindt het ook leuk als zij er is. Ik vind het ook tof dat mijn dochter leuk met haar hartvriendinnetje op haar kamer zit. En dan hoor ik van dat gekwebbel. Dat vind ik ook leuk. Vrouwen denk ik niet. Die hebben er niet zoveel. Die hebben daar niet zoveel mee of zo. Maar ik wel. Ik vind het mooi om te mogen zorgen voor een ander. Maar zou iemand elke maandag voor mijn kind de naschoolse opvang moeten spelen, inclusief avondeten? Dat zou toch een ernstige zaak worden. In die zin dat ik aan die persoon zou vragen van oké, het is nu al 4 weken gaande. Dus we staan inmiddels op €20, €30, €40. Wat zal ik voor je meenemen? Een boekenbon? Een bioscoopbon? Ja, wat drinken vrouwen? Stel dat het een vrouw was, hè? Wil je een fles boswandeling? Ja, zo'n typisch vrouwendrankje. Curaçao blauw of zo. Wat wil je? Ik moet toch vergoeden? Ik kan toch Ron ook niet al die dvd's van mij laten branden en tegen Ron zeggen, dankjewel. Tot de volgende keer. Dan denkt Ron na 3 keer tegen mij, ja, fuck you. Je gaat je eigen computer maar inrichten en dan neem je maar een tweede Macintosh. What do I care? Maar ik ga niet de godganse tijd voor jouw Star Trek uitzendingen lopen branden. Dat kost mij allemaal tijd. En de Engelse ondertitels moeten erbij. En, ja. En nog even terug naar die Engelse ondertitels. Kijk, zo leer je je kind Engels. Daar ging het me om. En natuurlijk onder het eten lekker een filmpje kijken. En Star Trek is heel ontspannend. In al die uitzendingen ging er 1 iemand dood. Nee, maar dat is erg. En hoe dat zat, dat weet ik niet. Maar zij is de serie uitgeschreven of zo. Zij was hoofdbeveiliging in de tijd van Captain Kirk, als ik mij goed herinner. En die gaat dood. Die wordt verzwolgen door het kwaad. En ze komt nog een keertje terug. Maar dat is dan heel weird. Voor de rest kan je gewoon naar Star Trek kijken hoor. Dan krijg je helemaal geen hik van. Helemaal niks. Lekker doorkouwen. Glaasje water erbij. En die kinderen die proberen dan dat Engels. Ze horen dat Engels. En eronder staat het Engels. Ja, mijn dochter kan Engels natuurlijk. En jullie vrouwen moeten dan leren dat dat soort dingen nut hebben voor je kind. En als iets nut heeft voor je kind,
dan heeft dat ook nut voor jou. Dat is een erg belangrijke. Vrouwen trekken dat niet. Vrouwen zijn niet in staat tot die onbaatzuchtige instelling. Zoals ik. Die dan denkt, oké, die afspraak die die moeder van de hartsvriendin van mijn kind eventjes mij door de strot duwt, die accepteer ik. Daar krijg ik geen vergoeding voor van die moeder. Want die denkt, ja waarom? Maar Perry doet het toch wel. Ik kan hem wel vergoeden, maar waarom zou ik dat doen? Hij krijgt toch ruzie met zijn eigen kind als hij op een dag gaat zeggen dat haar hartsvriendin niet mee naar huis mag voor het eten. Dus dat zit helemaal veilig. Jullie snappen het niet. En ik weet niet hoe je dat vrouwen moet gaan uitleggen. Het is een groot probleem. En eigenlijk vind ik het zo dat vrouwen moeten uitleggen. Het zou toch een rare boel zijn dat ik Ron Tempel, Ron, sorry, ik heb bijna zijn achternaam gezegd, maar dat ik Ron Tempelier, laat nou ophouden, zo heet hij niet. Dat ik Ron alsmaar vraag. En dat Ron op een dag tegen een vrouw gaat zeggen, dan wil jij Perry vertellen dat hij mij niet zomaar aan het dvd's branden kan stellen, omdat hij dat leuk vindt om Engelse les te geven aan zijn kind, maar dat ik daar wel een vergoeding voor wil hebben. En dat er een vrouw bij mij langskomt en zegt, hallo, ik ben Annemiek. En wat heb ik gehoord van Ron? Jij laat die jonge dvd's branden met risico op gesnapt te worden. Want dat is ook nog een keer zo. Hij zal maar. Ja, hij had het goed beveiligd hoor. Met het programma. Of van. Nee, dat. Een het is niet echt een programma. Het is een. Een demon of zo. Dus je kan het niet opstarten. Je moet het activeren en dan draait het mee op de achtergrond. En dan heb je een instellingsscherm. En het heet Hide. Dus verberg. My ass. Verberg mijn reet. Toch? Ja. Verberg mijn kont. Verberg mijn kont. En het logo is dat van een ezel. In die tijd. Ze hebben het logo misschien veranderd inmiddels. En pas op met installeren. Want je normale netwerkenconfiguratie, die is naar de... Daar kan ik van mee vertellen. Maar stel dat Ron gesnapt zou zijn geweest. Dat is niet echt een leuk bericht voor Ron. En dat er een vrouw naar mij toe komt en zegt, Perry, dat kan je niet maken hoor. Want Ron die loopt best risico. En hij moet ook al die dvd's schoon kopen. En een dvd is maar 50 cent, maar dan hoog. Ja, natuurlijk, dat denk ik zelf wel om. Ja, zo zijn mannen. Mannen weten precies wat ze voor elkaar doen. Wat ze voor elkaar gedaan hebben. Mijn vriend Wim Kruidentuin, die heeft een aantal dingen voor mij gedaan. Dan heb ik ook een aantal dingen voor hem gedaan. Maar als ik de optelling maak, dan denk ik van ja... Wim Kruidentuin heeft iets meer gedaan voor mij dan vice versa. En Wim Kruidentuin vindt het altijd leuk als ik weer zo'n maf idee heb. En dan doet hij altijd weer mee. Maar ik mag daar niet zonder meer van uitgaan. En hoe leer je dat aan vrouwen? Onder de huidige omstandigheden niet. Dus alle vrouwen zijn op zichzelf aangewezen. Nou precies, en daarom ga ik als vrouw ook alleen maar om met mannen. Nee, alsjeblieft niet, rot op. Ik weet precies hoe dat afloopt. En
een andere vrouw, die haar dochter die belandde in de jeugdinrichting. Hier ergens in de Betuwe. Ik zal niet vertellen wat het is. Maar... als je iets weet van jeugdzorg, jeugdinrichting, lalalala. Jeugdgevangenis mag je ook zeggen. En die vrouw die belt me op en zegt, mijn dochter. En die ken ik hoor, een hele leuke meid. Door de vader in de steek gelaten. Ja. Ik heb nog tegen haar kind gezegd van, het vind ik best een kutstreek van je vader. Ik vroeg letterlijk aan dat kind. Dat was na die incarceration, na die gevangenschap. Jaren later. Ik zeg, hoe zit het tussen jou en je vader? Ik heb een concrete vraag. Ben jij boos op je vader? En zij zei, ja. Toen zei ik, dat kan ik me voorstellen. Maar dan nog, het maakt niet uit. Ja, mijn kind komt niet meer bij mij. Ik zou niet weten waarom niet, maar... je doet altijd zo negatief over mama. Ja. En dan denk ik, punt 1, stop met de term, de frase mama. Want het is je fucking mama niet. Je hebt 9 maanden heb je gegroeid in haar buik. En that's it. Voor de rest heeft je moeder met jou trots in de ronde gelopen. En met Jan en Alleman gezegd, ja, dit is mijn kind. Zij zouden, vrouwen, dat past er ook mee op, hè. Vrouwen die spreken over mijn kind. Simon, hou er maar mee op. Het wordt nooit wat. Nou goed, haar kind zit in de jeugdgevangenis. Het was helemaal niet zo heel erg verschrikkelijk. Het zag er erger uit dan het was. Dat weet ik inmiddels. Het was echt kinderopvang. En ze had stout gedaan, zonder meer. Maar ja, wat wil je van zo'n kind? Die vader, ik snap wel dat die vader moeite had met die vrouw, want dat heb ik ook. Maar om je kind dan niet meer te... dat is een beetje zuur, hè? En die dochter is wat mij betreft niet hopeloos verloren. Die van mij denk ik wel. Ik denk dat het bij mijn dochter niet meer goed komt, hoor. Een gepasseerd station. Nou, die moeder wilde dan op bezoek. En dat mocht alleen maar op zondagmiddag. En dan mocht ze 2,5 uur, 3 uur met haar kind sjekjes roken en ouwe hoeren. Maar die jeugdinrichting lag op 2 kilometer afstand van het station. En er ging een bus, maar zo'n Betuwse bus, weet je, die rijdt eens in de 3 dagen of zo. Eigenlijk overdrijven, maar... lopen is een betere strategie. Dat wel. En zij van, ja, zo'n eind lopen. En jij hebt toch een auto? Nou, die heb ik niet, maar ik heb die deelauto. Dat is ook geen auto, ik heb die deel Clio. Ik kan je voorstellen hoezeer ik mij verneder. Om iedere keer plaats te nemen in een Renault Clio. Hij rijdt goed, dat is verder geen punt. Maar het maakt geen indruk op de medeweggebruikers. Je bent al lang blij dat niemand je gezien heeft. Als jij tegen me zegt van, zag ik jou laatst rijden in die Renault Clio? Dat ik zeg, nou nee, dat kan ik niet geweest zijn. Ja, maar het was wel iemand met zo'n leren jas als jij hebt. Dan zeg ik van, ja. Er zijn wel meer mensen met zo'n leren jas hoor. Ja, maar die had net zo'n baard als jij. Nou, er zijn wel meer mensen met zo'n dunne, lichte baard. Ja, maar die had net zo'n dikke bril als jij. Nou, er zijn wel meer mensen met zo'n dikke bril. Ik heb nog nooit gereden in een Renault Clio. Ik heb mij verborgen gehouden. De kunst van het liegen. Nou, dan ging ik lopen naar de Renault Clio.
haalde ik haar op bij de voordeur. En dan vond Amber heel goed afspreken van ik ben zo laat bij jou. En dan bel ik haar op van kom maar naar beneden. En dan gaat ze in de auto zitten en denkt ze, nou, mijn werk zit erop. Waar is mijn dochter? De weg weet ze ook niet, maar ik wel. Ik breng haar naar de trein toe van de jeugdgevangenis. Zet die auto op de parkeerplaats, zo dicht mogelijk bij de voordeur van dat gebouw dan. Het is een heel terrein daar, hoor, met ook lichte bewaking en een medium serieuze bewaking. En haar dochter zat in de categorie prikkeldraad. Letterlijk, hoor, achter een hek met prikkeldraad. De bovenkant dan, hè. Je kan er niet overheen klimmen. Je komt er echt niet uit. En trouwens, al kom je uit dat ene locatie gebeuren, dan moet je nog het hele terrein af. Maar voor de rest viel het van mij. En dan ga ik dus parkeren op het parkeerterrein. En die vrouw stapt uit en denkt, oh, alles klopt nog. Ja, want ik ben nu, ja, oh, ik kijk het al. Ja, daar is het gebouw. En dan zegt ze, dag. Nou, en dan zit ik 3 uur te wachten. Dan heb ik een boekje bij me. Ja, zeg maar. Je kan toch moeilijk 3 uur lang uit je neus gaan peuteren. Dus ga ik maar een boekje lezen of whatever. Je had geen wifi daar. En dan die vrouw terugrijden naar Arnhem. En dan moet ik de auto wegbrengen. En dan zegt zij, nou, dan krijg je nog een biertje van me. Ja, dat is mooi. En dan kreeg ik 10 euro voor de kilometers. Ja, dat kan niet. Dat kan niet uit. Ik zal voor de grap even opzoeken. Dat is ook voor jullie vrouwen goed om te weten hoe je dus erachter komt. Hoe lang het rijden is. Hè. Dan doe ik maps.google. Oh, ik zit in Firefox, wacht even. Hoppakee. Maps.google. Dan typ ik even in de naam van de locatie. En die zal ik niet zeggen. Hoppakee. En dan vraag ik om de route. En dan zeg ik Arnhem. Secomia. Ze heen en weer. Is dat inclusief dat daar dichtbij, dus heen en weer, is 60 kilometer. Nou rijdt die Renault Clio zuinig, dus laten we uitgaan van 9 liter benzine. Maar 9 keer 1,80 euro, dat lijkt mij. Kijken we er nou even. Kijken we, dat is 60 kilometer. En dan rekenen we 9 euro. Ja, het moet ongeveer kunnen kloppen. Als die 1 op 10 rijdt, zou het 6 liter benzine zijn. Nou, laten we uitgaan van 6 liter benzine. Maar een liter benzine kost richting de 2 euro. En daar komt bovenop dat die zogenaamde auto, die Renault Clio. En dan heb je het over een dik tientje voor de benzine. Maar in een auto moet veel meer dan benzine. Daar moet ook motorolie in. En koelvloeistof. En de APK moet betaald worden. En wat hebben we laatst gehad? Oh, dat was het contact wat in het stuur zit, hè, waar je de sleutel in doet. Dat beroem, hè. Die was kapot. Ja, die is ook gerepareerd. En wat heeft nou een van die deelgenoten, dus, Martin de Vrijbuiter, of Martin de Socialist, ik weet niet wat hij het liefste zou willen als achternaam. En Martin die heeft in de bus geblazen. Oh, die heeft de startmotor laten vervangen.
Die startmotor was totaal kut. Ja, kortom, zo'n ritje heen en weer naar Zetten, dat is meer als een tientje. De benzine is net een tientje. Maar de rest, ja, die moet ik afrekenen. Ik schrijf de kilometers op. En als je algemene kosten maakt, dan schrijf je die ook op. En dat krijg je terug, ja, van mijn kilometers. Des te meer kilometers ik draai, des te meer ik bijdraag aan de algemene kosten. En een vrouw, ja, die hebben niet die feel. En zij snapte ook niet dat ik met zo'n ritje naar Zetten, het is dan een half uur rijden vanaf haar voordeur, maar ik moet 2 kilometer lopen om de auto te halen. En als we klaar zijn, ja, dan moet ik hem terugzetten op de afgesproken plek en 2 kilometer naar huis lopen. En waar is de vergoeding daarvoor? En vrouwen, die hebben zoiets van, ja, laat maar zitten. En dan denk ik, hoezo? Ja. Ik heb die moeder 3 keer minimaal en misschien wel 4 keer naar Zetten gebracht. Oh, dan zeg ik de naam. Naar die plek gebracht, in de Betuwe. Wauw. En dan per keer moest ik contant bijleggen. En waar is de vergoeding voor mijn uren? En dan zegt zo'n vrouw, ja, je hebt toch een glas bier van mij gekregen? Dan denk ik, ja, een glas bier kost je €2,20. Dat dekt net de directe kosten. Maar hoe zit het met al die uren? En vrouwen denken van, ja, maar die man, die kan dat. En die mag dat. Dus dan moet hij het ook. Nou, ik kan tegen jullie zeggen, jullie mannen, niet aan beginnen. Als je die mentaliteit ontdekt in een vrouw, dat krijg je niet gerepareerd. Je kan, en de vrouw waar ik het nu over heb is 10 jaar jonger dan ik ongeveer. Dus ze was in die tijd, was ze, even denken, 45 of zo. Ja, moet je die mensen nog leren rekenen? Net als de moeder van die hartsvriendin, die denkt van, ja, Perry doet dat wel. Ja. In het geval van de moeder van mijn hartsvriendin en in het geval van die vrouw waar ik het net over had, het is toch hun kind. Niet dat van mij. En hoe moet je dat uitleggen? En meer van dat soort dingen hoor. De moeder van mijn kind. Het is maar 1 voorval. Ik heb er echt mega veel. Hè? Had ze tegen mij gezegd, ja, we gaan om 6:30 eten. En zorg dat je op tijd bent, want ik wil stipt om 6:30 beginnen met eten. Nou, oké, baby, als jij dat zo graag wil. Dus ik ben om 4:45 thuis. Het was ergens in november. Het was al aan het schemeren. Het was een donkere lucht. Het was koud op straat. Het waaide. Of woei, mag je ook zeggen. En zo'n regen, ja, zo'n regenvlaag. Dus ik kom thuis met de pet op mijn kop. En het hele huis net zo donker als buiten. Nou, nog iets donkerder. En stervenskoud. Toen bleek dat er vanuit de keuken naar de tuin en vanuit de woonkamer naar de tuin stonden de 2 deuren wagenwijd open. Mijn poes, Poekie, die woonde ook in die woning. En die poes, dat is een Devonshire Rex. Dat is een raskat.
Als je daar een kitten van wil kopen, die ging in die tijd door, en dat is de gulden tijd, voor 700 gulden. Die had ik gevonden op straat. Mij kostte die kat niks, behalve dat die kat was, dat is echt heel zielig, daar ben ik wel 4-5 keer mee naar de dierenarts geweest. Dat beest zat onder de zweren en ja, die poes helemaal opgelapt. Maar een Devonshire Rex heeft geen bovenvacht. Dat is ook iets voor jullie vrouwen om te leren dat een poes zonder bovenvacht, dat is vergelijkbaar met jou in je onderbroek. Dus niet met een warme sjaal, nee, helemaal niks. En die poes die zat in die woning helemaal te vernikkelen. Toen heb ik de deuren dicht gedaan en lampen aangedaan. En dat was het dan. Hè? En maar wachten. Want om 5:30 zouden we gaan eten, toch? Wachten. Nou, om 6:15 dacht ik, kom. Ik ga nog even boodschappen doen. Want dat was ik al van plan. Maar ik dacht, dat doe ik na het eten. We gaan om 6:30 eten. 6:30 klaar. Ik zorg voor de afwas. Zo'n stomme lul was ik. Ik zorg voor de afwas. Maar die afwas ga ik dan doen om 7:00, 7:15, whatever. En dan ga ik tussen 6:30 en 7:00 nog even naar de supermarkt. Voor wat dingetjes. Nou, om 6:15 dacht ik van ja, die moeder is nog steeds niet thuis. Dus als ze thuis komt, gaat ze eten koken. Nou, hoe laat zitten we dan aan tafel? 6:30, 7:15. Ja, als we dan klaar zijn met eten, is het dus 7:30, 7:45. Ja, dan is de supermarkt dicht. Kijk, dat soort rationaliteit, dat is de man eigen. Die weet van gemiddeld, zoveel minuten, plus dat zoveel minuten, plus dat. Ik kan zo dadelijk na het eten geen boodschappen meer doen. Laat ik het nu maar doen. Dan loop ik naar buiten en dan kom ik de moeder van mijn kind tegen. Die lopen op straat. En ik vraag aan de moeder van mijn kind van, hey, waar was je nou? Wat zijn jullie wezen doen? Het is een, ja, vrouwen snappen dat niet. Hè? Je zegt tegen iemand anders, we gaan om 6:30 eten. En dan verander je van plan. En dan doe je waar je zin in hebt. En dat er iemand om 4:45 haastend van zijn werk thuiskomt om op tijd te zijn voor het eten, dat interesseert de meeste vrouwen helemaal niks. De meeste vrouwen die ik heb leren kennen. Dus ik zou moeten zeggen, de vrouwen die wonen in het centrum van Arnhem, van de Spijkerbuurt, die doen dat. Misschien dat er vrouwen in Heer Hugo Waard zijn, die als ze afspreken met hun man van we gaan om 6:30 eten, en om 4:45 denken ze ik ga nog wat anders doen, dat ze dan die man een sms sturen of even bellen. Van ik ga dat niet redden. Nee. De hedendaagse vrouw, die doet. En toen zaten we in die tijd in relatietherapie. En toen zei de relatietherapeut tegen haar, dan moet je een briefje neerleggen in zo'n geval. En ze was stom verbaasd. Oh? En in de volgende uitzending ga ik het erover hebben hoe dit verhaal afloopt. Over vrouwen raak je niet uitgesproken. De meest belachelijke wezens ter wereld. Een soort king of the universe, nee, queen of the universe. Ja, ik ben een vrouw en ik hou echt heel goed rekening met mezelf. Want als ik blij ben, dat heb ik gemerkt, dat als ik blij ben, dan ben ik aangenamer voor mijn omgeving. Dus als ik goed zorg voor mijn eigen blijheid, ben ik sociaal bezig.
hou ze in de gaten. En ben jij zelf een vrouw die zo is, dan heb je deze uitzending allang opgehangen. Want ik ken jullie. Als jij een vrouw bent die niet zo is, en jij kent een man die het slachtoffer is van zo'n vrouw, maak een afspraak met die man. En probeer het zo voorzichtig mogelijk aan hem duidelijk te maken. Want een man in zo'n situatie, die kan je ook tegen de haren instrijken. En dan ben jij de gebeten hond. Pas op met dit maatschappelijke fenomeen, wat deel uitmaakt van een mondiale agenda. Hey, ik sluit snel af. Op zijn Hamburgs natuurlijk. Op tijd. Maar plas. We hebben ongelooflijke haast. Dus zeg ik op zijn Hamburgs. Tjus. En dag lieverds.